moment dat je dat de spotje pakt, ja, dan vergeet je nooit meer. Daar hebben de posters van op je kamer hangen. Leuk dat je kijkt naar Maximaal Fan. De titel verklapt het al een klein beetje, want in deze serie ga ik langs bij fans. Niet zomaar fans, nee, Formule 1 fans. Deze. Ik ben vandaag in Rijsbergen, want ik ga op bezoek bij Danny. En Danny is al 30 jaar Formule 1 fan en hij heeft, geloof ik, een behoorlijke verzameling opgebouwd in die 30 jaar. Hoi Danny, nou, jij hebt geen woord te veel gezegd met de verzameling. Nee, ja, er staat genoeg. Uit hobby begonnen. Inmiddels 18 jaar verder en een volle winkel met modellen. Ja, want hoe is dat ontstaan? Vertel. Een keertje op een saaie zondagmiddag mijn eerste race gekeken. Senna won die race, dus ik werd meteen fan van Senna. Het moment dat je dat de spotje pakt, ja, dat vergeet je nooit meer. Daar hebben de posters van op je kamer hangen. Dit is de Max Verstappenkast. De belangrijkste kast in de winkel, waar het meeste van verkocht wordt. Met name van de eigen specials die we laten maken. En dit zijn gewoon wel memorabele momentjes? Ja, ja, de Frankrijk-winnaar, dat hij bovenop de halo zat. Ja. En Nederland, ja, die hebben we allemaal gezien dat hij met die vlag zo stond. Met de witte schoenen. Holy moly. Zandvoort, ga je erheen dit jaar? Ja, dit jaar ga ik erheen. Hoeveel zin heb je erin? Ja, heel veel zin. Leuk, ja. Samen met mijn dochter. Voor het eerst dat zij het meemaakt. Ja, want je dochter die neem je ook lekker mee in de Formule 1. Ja, klopt. Maar we wonen er boven, dus dat is heel dichtbij altijd. Ja. En zij vindt het ook wel leuk. Is jouw hele huis nou ook een beetje... Ja, staat het vol met autootjes, schaalmodellen? Ja, maar het kan nog wel voller hoor. Het kan nog voller? We hebben nog wel een paar hoekjes vrij. We liepen door een ware auto-walhalla omhoog, overal ademt auto's. Ja. Waar zijn we nu weer beland? Nou, we zijn nu op de Overloop, waar ik iedere dag langs loop. Ja. Dus hier heb ik de mooie spullen staan van mezelf. Een pet van Michael Schumacher van Goodyear. Mijn duurste pet ooit. Mag ik vragen waar die was? Die was €300. Ja, nou, ik zou het er ook voor geven. Ja, ik, dat is toch zo vet? Ik hoefde er ook niet over na te denken. Maar normaal koop ik geen petten van €300. Nee, natuurlijk niet. Ik heb hier twee kastjes hangen. Ferrari. Schaal 1:43, de hele geschiedenis van ieder jaar één auto. Dus van 1950 tot en met 2021. Want die van dit jaar die is er nog niet. Ferrari is het enige team wat er vanaf 1950 bij zit. Dus het kan ook niet met een ander team om de geschiedenis te doen. Het wordt steeds moderner. Als je dit vergelijkt met die, dat is echt krankzinnig. Het lijkt net een skelter. Wat is dit gaaf, dit? Voor welke coureur ben jij op dit moment? Nu, ik zou zeggen een beetje algemeen. Tuurlijk is het leuk als Max wint. Maar hij kan ook te veel winnen. En, ik wil graag ook een spannend seizoen hebben. Ja. Als Max iedere race nu nog tweede wordt, is hij kampioen. Dus ja, hij maar moet je weet het niet, hè? Er kunnen gekke dingen... Absoluut, maar die kans wordt steeds kleiner. Ik weet nog aan het begin dat iedereen super bang was voor Leclerc. En toen in één keer viel hij uit. En klopt, een beetje, maar we zijn nu al over de helft heen. En dat dachten we, zo positief waren we in de jaren van Hamilton ook. Ja, er kan van alles gebeuren. Maar gebeurde het ook niet. Het gebeurde niet. Ook nog daarnaast. Ja, 's avonds zit ik vaak toch eventjes een half uurtje eventjes een rondje rijden. Volgens mij ben jij echt heel erg fan en weet je er echt heel erg veel van af. Ik heb namelijk ook een leuk quizje. Ja. Die heb ik beneden staan en ik ben heel erg benieuwd of je die met mij wil doen. Oké, goed. Ja? Okay. Zo, Danny, jij hebt even versterking meegenomen, zie je? Ja. Dit is je dochter. De hulptroepen, de hulplijn. De hulplijn, nou hartstikke goed dat je er bent, want we gaan Pim Pam Pitstop spelen. En wat gaan we doen? Jij mag zo meteen aan het rad draaien, dan eindigt het rad op een letter. En dan ga ik jou daar een vraag over stellen, die je dan het liefst goed moet beantwoorden. Ja, ik doe mijn best. Oké, nou lieve Sanne, ga je gang. Welke hoofdstad?
deze is pittig. Oei, oké. Een coureur met de letter Griekse I. Wel een oudje. Oh. Yannick Dalmas. Holy shit, wat goed. Zullen we nog één keer doen? Want jij bent hier goed in. Ik weet het zeker. Mag nog een keertje. Oké. Dit is wel... Ook goed wel. Coureur met de letter G. Gerard Berger. Oké, we hebben hier te maken met een echte Formule 1 fan. En die wint natuurlijk ook een prijs. We hebben voor jou de echte Formule 1 champagne, alsjeblieft. Ja, dankjewel. Ja, heel leuk dat we even een kijkje in je leven hebben mogen krijgen. En de volgende keer zijn wij er gewoon weer. Maar dan met een nieuwe Formule 1 fan. Dag. Dag.